Harde muziek, beukende monitoren en dansende mensen. Het kan niemand ontgaan zijn dat zondag in het Rijsterborgpark de eerste editie van het SOS Outdoor Festival is gehouden. Met DJ's Lucien Voort en mentor Tio hoopte de organisatie op veel bezoekers. De enige vrouwelijke DJ opent het festival. We about to make 'em lose it, baby, go. I'm Marcia, I'm from Indonesia. Now I study at Sakshon, my final year now. But I'm gonna finish this month. It was good, it was nice. It's a new experience for me, I think. DJ Joris Timusela neemt daarna het stokje over. De Deventenaar, in hart en nieren, probeert zijn publiek op te zwepen. Voor Timusela is het bekend terrein, omdat hij hier veel vaker heeft gedraaid. Vorig jaar Welle Village stond ik, en de jaar daarvoor ook. 2008 heb ik hier gestaan, zelfs met City Moves, ook met volle bak. Dat is een toppie. Ik heb me vermaakt, ik heb een lekker setje gedraaid, ging lekker. Dus ik hoop volgend jaar dat ze er weer staan. De opkomende naam van het festival is Randy van Velde. Deze DJ uit Kampen heeft het ondanks de wat tegenvallende kaartverkoop prima naar zijn zin. Goed geluid, mooie lichten, alles top geregeld. Leuke mensen, dus ik denk voor herhaling vatbaar, absoluut. De eerste grote naam van het festival is Lucien Voort. De techno house DJ is een van de hoofdacts. De zon is nog niet onder, maar hij brengt het publiek al wel in extase. Ik vond het een hele leuke sfeer. De mensen waren gezellig. Lucien Voort draaide sowieso dik zoals altijd. Jezus. Ik vond het ook heel geweldig. Ik moet zeggen, ik ben geen EDM-DJ, dus laten we die gelijk even rechtzetten. Maar ja, ik denk dat je in Deventer voor de eerste keer goed aan doet om een gevarieerd programma te draaien. Nou, ik heb Underground Techno gedraaid en Theo die gaat er even hard bovenop. Ja, variatie. Ik vind het leuk. Mensen nog wel moeten wennen aan dat het zo'n gevarieerde line-up staat, maar je moet een beetje pushen, een beetje mensen opvoeden en dan gaat het helemaal goed komen. Alle begin is moeilijk, denk ik. Ik bedoel, kun je wel zien. Ik denk dat de uiteindelijke organisatie een klein beetje meer mensen had verwacht. Maar aan de andere kant gaat het er wel om dat je een zaadje plant bij de mensen. En de mensen die er niet bij zijn, ja, jullie zijn stom. Maar jullie hebben alles gemist. Het festival wordt afgesloten met een paar stevige nummers. Mentor Tio, voornamelijk bekend van zijn happy hardcore, bracht zijn freestyle genre mee naar Deventer. Publiek vermaken is voor deze man geen probleem. Na 30 jaar weet hij nog steeds hoe hij een feestje bouwt. Ja, ik ben aangekomen. Het is vrij rustig. Het is de eerste keer volgens mij dat ze het doen op deze manier. Je moet ergens beginnen. Evenementen organiseren is steeds moeilijker. Dat is een hele nieuwe trend in 2014. Iedereen begint een evenement. Horecazaken lopen niet of zomaar nauwelijks. Het is heel zwaar. Je moet flink programmeren om de tent vol te krijgen. Zo'n festival als deze, als we dat volgend jaar weer doen, dan moeten we het zo aanpakken dat mensen uit heel Nederland denken, we moeten in Deventer zijn. Want dat is wel een beetje wat zeg maar speelt. Mensen gaan ook van heinde en verre gaan ze naar een Tomorrowland of naar een Decibel of naar een Cubase feest. Alles kan, alles mag. En mensen die kijken op internet en gaan erheen. Dus dat is, nu is het nog rustig. Ik sluit hier af. Het is ja, de eerste keer. Ik hoop volgend jaar terug te komen dat die ram vol staat. En dat we een geweldige line-up hebben. En maar je moet ergens beginnen. Ik vind het knap, ik vind het dapper dat ze het hier in Deventer doen. Want het is tijd dat er in Deventer gewoon dikke feesten komen. We maken er gewoon een feestje van. Of het festival volgend jaar opnieuw georganiseerd wordt, is nog niet duidelijk. Vanwege een tegenvallende kaartverkoop weet de organisatie dit nog niet.